ben Kouter en vandaag zijn we eindelijk bij WG Media in Vilvoorde voor een interview met Tom de Kom. Gaan jullie mee? Let's go! Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? We zijn binnengeraakt nu in WG Media in Vilvoorde. Ja, we gaan de boel op zout zetten, dus let op. Oké, let's go. Nee. Maar wat is shit? We hebben geen droge boeken. Pak die stoel of zo? Pak die dingen, die doos, die doos, die doos. Ja, pak die doos. Dag. Ja, die doos. Zeker? Waar zijn ze? Waar zijn ze? Oh, daar zit iemand. Kunnen wij jullie helpen? En wilt je dat eens terugzetten in onze keuken? Ik kan het bijhouden. Heel speciaal. Dit wordt echt een hele vage avond. Het is echt alsof ik aan de verkeerde paddenstoel heb gelegd. Er zijn net vier mensen binnengekomen. Ik heb ook geen idee hoe graag ik hier eigenlijk binnen. Er zit daar iemand aan de balie eigenlijk. Je bent ontslagen! Volgens mij kan iedereen op dit moment binnen in het gebouw. Hallo, wie zijn jullie? Wat komen jullie doen? Hey, wij zijn van Scum Studios. Scum! Scum Studios. Ja, pas op, je camera is aan het vallen. Wacht, wacht. Van Scum Studios? Ja, zeker. Ik ken dat van nergens, dat zegt mij iets. Echt? Nee. Jullie hebben al die... Wacht, jullie zijn die gasten die mij zijn gaan zoeken in Antwerpen, die aan het verkeerde gebouw stonden. Dat zijn jullie... Jij bent dat. Ja. Jij heet Kouter. Ja, ik ben Kouter. Ha! Ik wist het! Ja! Goed! Ah, oh, goed, jullie zijn hier echt... Ja, jij bent niet mee met het verhaal? Nee, ik weet van niks. Het verhaal komt er straks aan, dames en heren. Oh, maar dit is echt, dit wordt zo'n chaos vanavond. Met de situatie, we hebben een hamster, Honey de Hamster. Dat was het verjaardagscadeau dat ik aan Naomi gegeven heb dat ze niet mee naar huis wou nemen. Dus het is onze baby geworden hier op de redactie. We gingen hem nog eens loslaten in de studio in zijn hamsterbal vanavond. Maar we vinden hem niet meer. Nee. En dat is nu toevallig, en dit is, niks hiervan is fake. Dit is dus echt live aan het gebeuren. We ontdekken het samen met jullie. Dat is toevallig nadat hier daarnet een van de 200 projecten van... Zeg Yes. Van Yes, waar ik dus ambassadeur van, voorlopig nog ambassadeur van ben. Oh my god. Die zijn hier net binnengevallen van Scum Studios. Die zijn hier een video komen maken en die hebben hier op de redactie ook wel wat rondgehangen. En we waren nog lachend tegen elkaar aan het zeggen van, die zullen die toch niet hebben meegenomen. Nu hebben we van Kouter van Scum het bericht gekregen. De hamster rijdt met mij mee terug naar Antwerpen. Groeten Kouter. Dat kan nu toch echt niet? Dat zou wel heel straf zijn als die erin geslaagd zijn. Want ik kijk eigenlijk recht naar Honey zijn kooi, van waar ik sta. Maar het is donker op de redactie. Dat ze erin geslaagd is om die mee te nemen. En hoe dan ook... We hebben haar nummer niet, maar ik heb die op Instagram, dus ik ga nu proberen te videobellen. Naar Kouter. Ja, speciaal geluid, nog nooit gehad. Hallo? Hallo Kouter. Hallo. Hi. Zeg, het is Tom de Kok van de radio. Wacht, wat is dit nu? Moet mensen uitnodigen met een link? Nee, whatever. Zeg, jij was hier net met de Scum Studios. Ja, klopt. Ja. En jij hebt gestuurd dat je Horny de Hamster hebt meegenomen naar huis. Is dat een mopje? Ja, nee. Ik vond het te schattig. Ik heb het gewoon meegenomen. Dat is niet waar. Wij geloven dat niet. Hoe dan? Maar jawel. Horny. Waar is het? Laat eens zien. Wij eisen een teken van leven. Ja, ik zie ze zitten in de auto. Ze zitten op de achterbank. Ik hoor... Wacht, hoor wij iets? Ik hoor niks. Tom, help me! Oh, die onnozelaar. Ik word onnozel. Dus jij hebt onze hamster ook niet.
Heb je hem, Carter? Nee. Molly, nee, echt. Nee. Maar kijk nu live wat je gedaan hebt met Naomi. Kijk, wenen. Gadverdamme, maar ja, Naomi, dat moet je een nieuwe halen. Maar ja, dat is maar we geven hem toch nog niet op? Iedereen ook zo na een minuut. Ja, Bonnie is dood. Ja, Bonnie 2.0.